Bybe is een circulaire onderneming omdat wij ervoor zorgen dat retourgoederen weer een tweede leven krijgen. En die retourgoederen worden anders wellicht weggegooid. En op deze wijze zorgen wij ervoor dat deze producten alsnog kunnen worden gebruikt door een consument. We hebben natuurlijk ook een aantal artikelen die niet meteen geschikt zijn voor verkoop. Daar hebben we eigenlijk een verschillende retourstroom voor. Dus we hebben eigenlijk wel voor al onze retourstromen wel een kanaal. Maar er belandt natuurlijk altijd een percentage dat helaas wel naar de afvalberg moet. Je kan je voorstellen als een spiegel in 100.000 stukjes ligt, dan wordt het lastig om die te lijmen. En dan moeten we het helaas wel weggooien en zorgen dat die retourstroom op de goede manier weggewerkt wordt. Maar we proberen zoveel mogelijk goederen een tweede leven te geven. Ik denk dat circulair ondernemen belangrijk is, omdat we in de wereld waar we nu in leven ontzettend veel spullen onnodig weggooien, maar nieuw blijven kopen, terwijl een alternatief zoals een retourproduct, wat gewoon prima nog werkt, ook een supergoed alternatief is. Een circulaire economie is zeker mogelijk. Ik denk dat we pas echt aan het begin zijn, maar dat we langzaamaan stappen zetten om de economie steeds circulairder te maken. En daar dragen wij graag ons steentje aan bij. De ideale wereld die wij willen bereiken als Bybe is dat er eigenlijk geen retourgoederen meer worden weggegooid. Het ideale plaatje zou natuurlijk zijn dat er helemaal geen retourgoederen meer zijn, maar dat is denk ik een utopie. Dus daarom proberen wij ervoor te zorgen dat alsnog zoveel mogelijk gebruikt kan worden.